We zijn nog steeds bij de Nierstichting Elfstedentocht en ik zit hier met Jonas van de ijsclub in Hoorn. Ja. Jonas, zag er goed uit? Ja, het was wel mooi. Lekkere ijs, een beetje warm buiten, maar het was wel mooi. Heb je ook sponsors geworven? Ja, ik heb allemaal familieleden, vrienden en alles heb ik allemaal gevraagd om te gaan sponsoren. En nou ja, 477 euro is het van mijn eigen bedrag, want ik bij elkaar. En ons team heeft bijna 700 euro bij elkaar gesponsord. Hartstikke idee. Ja. Dat is niet mis. Niet mis, nee. Dat is niet mis. En al je ploeggenootjes zijn ook nog op het ijs? Of? Die zijn net van het ijs af, die gaan lekker even een bakje koffie doen. Ja, even aansterken. Ja. Want we hebben eerst een dik uur gereden en toen hadden we wat pauze en daarna gingen we weer aan de slag. Dus we hebben nog even een paar rustige rondjes gereden, maar heb je ook het gevoel van nou, ik zit even lekker in mijn vel voor het komende seizoen? Jawel, ik denk dat ik beter ben dan vorig seizoen en ik hoop het ook. Te gek. Ja. Je vertelde op het ijs dat je ook aan judo doet. Bijzondere combinatie. Ja, ik vind het gewoon leuk om te judoën en dat ik dan schaatsen erbij doe, dat is helemaal wel. Ja, ik vind het gewoon wel leuk. Leuk. En je rijdt normaal in Hoorn? Ik rijd normaal in Hoorn. Is het goed ijs? Daar kan je bijna vergelijken met Heerenveen. Waanzinnig. Ja. Nou, het is wel een goede reclame voor Hoorn, maar het zal misschien wel heel druk worden na dit filmpje. Ja, ik hoop het. Ja. Hey, hartstikke bedankt. Ik wens je hartstikke veel succes. Ja. Dag. Doei.